tot ziens. De buurman. Het is nog anderhalf uur rijden naar Schiphol hier vanuit Beuningen. Ingecheckt? Ingecheckt, ja, dat had Costa Brava allemaal. Oh, nou, kijk, ja, want we gaan voor Costa Brava gaan we naar de Costa Brava. Oh, sorry, ja. Ja, die grappen van ons, ja, dat is het is heel erg luid. Ja. Als het goed is. Plekje zoeken. Het is best wel warm. Kijk maar. 24 graden. Ja, zo. Nou, dat is lekker. Trui uitgedaan. We komen hier bij een rode brug zo meteen. Ja, en je zal wel herkennen wie dat gemaakt heeft. Zelfs 11 jaar voordat de toren ervan gemaakt is. Oftewel, een Eiffelbrug. Geweldig. Mooi plaatje. Wow. En zo sta je dus op het oudste plein van Girona. Het is echt een gave stad. Mooie oude gebouwen, mooie oude straatjes. Die klein map en steps. Wauw. 90 treden. Eén keer per jaar hebben ze een feest waarbij ze mensen, ja, human towers maken. Dus 90 treden zo de trap omhoog. Yes, they are doing the ring there. Well, Rocambolesque is the most famous gelato store of Girona. It is run by Jordi Roca, the youngest brother of Celia de Can Roca, the restaurant with 3 Michelin stars. It was the best restaurant of the world different times. Oh wow. Wow. Thank you. We'll recommend bacon apple. Oh. In Girona region, we produce 90,000 tons of apples every year. Oh, wow. Wow. Chocolate. And chocolate is one of my favorites. Dit is lekker uit, jongens. Alleen al hoe ze eruit ziet. Hoe het maken. En hoe ze het maken. Ja, en er moeten toppings op. Je wil het niet. Dit is het traditionele recept met appels. Oh, ja, echt appels. Lekker. Ja, gebakken appel. Ja. En jij? En ik heb gewoon vanille. Met ook een heerlijke topping met brownie. Karamelkorreltjes en chocoladesaus. En Filou, jij hebt... Aardbeien met slagroom en nog sterretjes erop. Ja. Oh, echt super lekker. En hij lekt een beetje al. Super lekker. Super lekker. Super lekker. Ja. Je hoort misschien het tikken van de derailleur al. Maar dat hoorden we dus gisteren ook. Girona is de stad van de fietsers. Gisteren ook een super mooie fietswinkel gezien. Ja, redenen te over om terug te gaan naar Girona. Want we zijn maar echt een avondje geweest hier. We gaan zo ontbijten en dan gaan we weer door. Ja, wij wachten. Want papa is aan het foto's maken, hè. Dat is met een fotograaf in het gezin. Dan is het heel vaak wachten. Daar is die. Mooie pandjes allemaal, dus toch maar voor foto's. Ja, leuk, maar mijn buikvoeding allemaal. Ja, we gaan lekker naar het ontbijt. Mijn ook! Ja, ja, hè? Het leuke is dat toevallig een vriendin van ons ook in Girona is. Daar kwamen we gisteren achter via Instagram. We hebben elkaar al eerder ontmoet in Mexico. Haar reis eindigde toen in Tulum en onze reis startte op dat moment in Tulum. En nu is ze in Girona. Ik zag je hier lopen. Ja. En ik draai het hoekje mee. Jij stond al zo klaar. Hallo. Leuk, hè? Ja, koffie. Ja, is er koffie. Koffie. We gaan lekker koffie drinken. Tino is nog even foto's maken. We zijn allemaal aan het wachten. We zijn afdeling. We gaan. Gezellig. We zijn nu in Bisbal de Empordà, oftewel de keramiekplek. Nou, gaan we naar binnen. Een klein beetje. Wow. Meditation. Okay, very good. I have talent. You didn't know it, but...
ik heb het helemaal gevonden. Ja, leuk. Het gaat echt van bol. Heb je alles gemaakt? Wauw. Mooi zeg. Hij is een slang. Wat leuk, Liefie. Zo, was dat moeilijk? Ja, ik vind hem heel mooi. Wil je er nog eentje maken? Ja, dat mag vast. Zo. En nou. Met je duimpjes, hè? Ik voel zo veel. Oké, heel goed. Yes. En dan nog een keer zo proberen met vieze handen? Yes, ja? Nee? Rojo. Rojito. Oh, ja, is goed, liefje. Ah, even bijkomen hoor. Zo. Ja. So, ik heb denk wel 3 of 4 potjes gemaakt. Heel leuk. Ja, hè? Dus ja, ik denk ook dat ik daarmee verder ga. We hebben een korte 20 minuutjes gereden, kleine 20 minuutjes. En nu gaan we lunchen, 2 uur. En lunchen bij restaurant Can Bach. En dat is daarachter. Maar ik kwam hier al binnen en zie je schaaltjes staan met knoflook en tomaatjes erin. Ja. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon voor de serie stond. Maar nou ja, ik had wel het heeft een functie. Maar hang on, dat gaan ze zo laten zien. Do you like the garlic or no? Of course. Then you take one garlic. Yeah. Yeah. A little bit more if you want. Okay. En niet op een klein stokbroodje. Nee, gewoon een hele plak. Heb je al wat gevraagd? En ik krijg 2 stukjes. 2 stukjes? Kijk, dit is mijn lolly. Oh ja. Waarom dan? Omdat het op een stokje zit. Lekker hè? Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Lekker gegeten. Het was een late lunch. Het is nu denk ik bijna 5 uur zelfs. En de eigenaresse van het restaurant zei van, nou, jullie kunnen ook naar het strand. We wisten helemaal niet dat we zo dicht bij het strand waren. Maar het is zeg maar 5 minuutjes rijden. Joehoe! Hoe vind je het op het strand, Fido? Leuk. Ja, leuk hè. En het is ook gewoon lekker. Half oktober, eind oktober, lekker nog even de zee en het strand en de zon, die gewoon echt nog wel lekker warm is. Maar dit is dus de baai van Rosas bij Lestatiet en Pals in de buurt. Kijk hoe goede draai je kan maken! Nou, dat is toch een mooi plekje om vandaag mee af te sluiten. Hè? Deze. Ben je tevreden over de foto's, jullie? Ja. Ja? Goed gelukt? Ja. Mooi. Wat leuk, hè? Midden in het centrum. En het schijnt dat we nu iets op culinair gebied... Een kermis? Ja. Oh, dat zou ook leuk zijn. Ja. Die heb ik gezien. Maar ja, een festival. Het duurt een maand. En het staat helemaal in het teken van de gastronomie van deze regio. Een festival? Ja, het plaatsje waar we nu zijn in de Costa Brava heet San Filio de Guixols. San Filio de Guixols. San Filio de Guixols. San Filio de Guixols. Dat is hem. En die kan je scannen voor op je telefoon. En dan kun je met je gezin kun je lekker een mooie pad gaan wandelen. Ja, hoe leuk! Dit is wel een gezellig huis, lekker. Paddenstoelen van allerlei soorten slag. En zo'n leuke manden. Moest kijken, echt heel leuk. Hier binnen de markthal. Wat is zo'n kleine vis? Nee, die zijn nog glibberig. Die net uit het water.
Mirón, mixed. Scorpion feast. Scorpion. Yeah. Oei. Salut. Salut, Filou. Ja, zeeegels. En we hebben een keer in Griekenland op het eiland Tinos gegeten. Toen was het illegaal opgedoken door vrienden die we daar hebben gemaakt. Op het strand was tijdens coronatijd. Maar ja, dat was echt een supermooie tijd. En nou hebben ze hier ook. Dat is leuk. Even proeven. Ja. Vast wel, hè? Had je al geprobeerd? Kijk. Ik. Ja. Mm, ja, echt super lekker. Beetje zout toch, zoet? Mm. Ik moet echt een beetje aan het trekken. Kijk. Laat eens zien hoe je dat moet eten. En wat smaakt het dan naar? Lekker. Lekker. Dat is wel echt. Goeie intussen. Ja hoor. Ja, lekker hè. Ja, de kop ben ik nog een beetje. De kop is wel af, maar. Kalmaat. Het is echt wel lekker, maar je moet even een goed stukje hebben. Maar kijk, dat heb ik gewoon lekker met visvlees. Ja, zie je? Ja. Het is heel zacht. Ik kan zeggen zo dat de kop echt een delicatessenstuk is van de hele vis. Dus hier hebben we de rest van de schorpioenvis. Ja, schorpioenvis, ja. Smakelijk. Smakelijk. Nee, smakelijk. Zo. Leuke plek, rustig dorpje. Dat hebben we inmiddels wel ontdekt. Maar wel echt die Spaanse sfeer, temperament. Lekkere temperatuur nog. Ja. Dus het is echt, ja, wat al vaker gebeurt, maar zo in oktober nog even lekker naar de zon. Niet verkeerd, hè? Nee, is echt lekker. Lagen gewoon mensen nog op het strand. Ja. Dus het is om de hoek bij het hotel, eigenlijk links om de hoek, zit een oud casino. Een beetje in zo'n, niet een beetje, het is in een Arabische stijl gebouwd. En nu is het verlicht, geel, ja, gewoon een tof plaatje. Dus ik denk, nou, dat ga ik even vastleggen. En dat is gelukt. Dit is de foto trouwens. Nou, ik vind hem wel mooi. Filou wil nog in de kermis. Die staat daar. Kijk. Dat is een van de magische iets natuurlijk. Al die lichtjes draaien en met paarden. Dus natuurlijk wil ze daarop. Goed, dit doen. Ik wil een buik van een paard, maar echt dit ook een paard. Echt, je wil zich vastklemmen. Ja, daar is het. Oh, gelukkig kan niet op. We zijn nog maar hartstikke vroeg. Het is 8 uur, het is nog heel stil. Ja, het Dalingmuseum. Precies. Dali ontworpen. Nou, dat verhalen zijn prachtig. Hij is hier dus ook begraven schijnbaar, maar moet je dit zien. We are going to discover his tomb. He had a teacher in kindergarten, here. And he was teaching in a very creative way. The Greek, the mythological Greek stories. Wing the great masters of the painting, for example, the ones from Holland, Vermeer. Yeah. He loved that. Face here is starting here and it's going this way and melting into the sea. Prachtig. Isabel, bedankt. Het was fantastisch. Als je ooit dit gaat doen. Ja, dat zijn de kinderen fantastisch doen. Ze kan heel goed vertellen. Heel veel dingen. Maar we kunnen zo nog dagen hier binnen zijn. Zoveel moois. Echt fantastisch. Thanks for having us and showing us around. Yeah, it was lovely. Have a lovely Sunday. Bye bye. Bye bye. Ik voel het echt ook gewoon helemaal. Ik denk, oh ja, ik had die Dali echt gewoon in het echt willen ontmoeten. Gewoon. Ja, nou, dat denk ik ook, ja. Ja, een hele extravert persoon. Maar ook gewoon zijn ideeën en hoe hij in het leven stond. En zo veel lagen.
verschillende dimensies waar hij in zat. Echt zo interessant. Dan moet je toch even een ijsje halen. Echt, trekken niet. Het is eigenlijk lunchtijd. When I look at it, I see that there's something to do over there. And then oh yeah, yeah. You see a lot of work. I love it here. Now eh? And you see it when they are... Yeah, that's really lekker. Yeah, well, sometimes... Waarom wil je niet naar binnen hier? Nou, omdat ik het vies vind ruiken. Waar ruikt het naar dan? Wijn. Wijn? Ja. We are a biological, but in this case it's a natural way. This is red, yavors, a really important one, structure, powerful, but it's fresh. If you want, you can start with white and after that. That's good. That's good. Yeah. Okay. Allemaal lekkere tapas. En kaas maken ze ook zelf. Geitenkaas. Ja, voor kinderen en familievakantie. Zo leuk hier zo. Fantastisch. Want nu zitten wij heerlijk tapas te eten. En die mensen van deze wijnmakerij en boerderij, die hebben ook hun kinderen meegenomen. Of die wonen hier, denk ik. En dat Filou kan gewoon lekker meespelen. Stemmen met kleuren. Gewoon ook over nagedacht. Gewoon iets leuks bedacht. Die zijn lekker. Eggs. Die zien er lekker uit. Ja, hè? Ja, you move like this. En dan... You let it ferment, it grows, and then you make the balls and you fry them. Hallo! Nieuwe knoppelen, hè? Ja, deze is kwijt. Die is kwijt, hè? Dus daarom heb ik een nieuwe knoppel. Ja, nou, fijn. En ja, het lijkt alsof Weken zijn geweest. Ja, echt hè? Ja, maar het waren fantastische dagen. Het waren er maar vier, maar we hebben zoveel gezien. Ja, heel veel. En één ding weten we zeker, we komen hier zonder twijfel terug. Ja. Er is nog zoveel te ontdekken. Kijk, het leukst. Ja, ik vond het Dalí Museum heel erg leuk gisteren. Ja. En dan vooral met die guide die wat meer vertelde over de... Nou, heel veel vertelde. Ja. Dat was mooi, ja. Ja, ik vond vooral het keramieken vond ik heel erg leuk. En volgens mij Filou vond het ook leuk. Ja. En wat ik van Filou begreep is dat zij de kermis ook heel erg leuk vond. Oh ja, maar dat was ook leuk. Ja. In de draaimolen op een paard. Ja. Dus ja, dat zijn dan weer, dat is grappig hè, die kleine dingetjes. Precies. En natuurlijk ook zandkastelen bouwen op het strand en lekker eten. We hebben echt wel kennis kunnen maken met de gastronomie van deze regio. Ja. Wat echt super is. Absoluut. Dus reden te meer om weer eens terug te gaan. Dat gaan we ook zeker doen. Ja, toeristiebureau Costa Brava, Girona Pyrénées, bedankt voor de goede zorg. Het was echt perfect geregeld. En nou ja, tot slot jullie ook. Bedankt voor het kijken en abonneer op ons kanaal voor meer video's. Ja, tot de volgende. Doei.